Is dit serieus een legerbasis in Mindtopia? Ja, misschien om militairen te trainen met Navy Seals, zwemmen, je weet het niet, maar... Yo kijkers van Duffy Games, en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Mocht je er weer zin in hebben, klik natuurlijk alvast eventjes een like aan, bijvoorbeeld dank. Ik ben erg benieuwd hoeveel likes jullie kunnen halen op deze video. En dat moet voor mij allemaal wel helemaal goed gaan komen. Zoals jullie wellicht weten, ik woon nu al een hele lange tijd hier in Uptown. Zoals jullie gezien, de verbouwingen zijn nog steeds gaande. Heb ik trouwens ook een update over hoe de verbouwingen gaan, want zoals jullie wellicht zien... geen zandhoopjes hier, geen graat in de grond, geen graafmachines, et cetera. Ik ga het daar zo meteen over hebben. En zoals we natuurlijk wellicht ook allemaal nog steeds weten, dit is allemaal behoorlijk dood in Mindtopia. Niet in de zin van, niemand speelt Mindtopia. Er spelen genoeg mensen Mindtopia, dat is niet. Alleen Mindtopia zelf, hè, is gewoon behoorlijk stil. En het lijkt een beetje op een spookstad, hoewel ik zou dat zelf niet van Mindtopia willen creëren. Dus ik blijf hier natuurlijk ook gewoon wonen, maar wel als een van de... enige lijkt wel. Heel veel mensen zijn vertrokken naar de drukke steden om daar toch hun graantje mee te pikken van het geld verdienen en noem het eigenlijk allemaal maar op. En ik heb hier natuurlijk mijn enorm mooie villa waar ik ook al wel eerder heb aangekondigd. Ik ga hier gewoon niet weg. En ik ben ook benieuwd of er misschien zoveel kijkers hierbij komen wonen. In ieder geval niet bij mijn huis, dat niet, maar misschien in de villa. Maar goed, even een update over het bouwgebeuren. Ik heb natuurlijk, want ik heb Willem natuurlijk betaald. We hebben de contracten ondertekend allemaal. En ik kreeg een telefoontje van Willem en hij zegt, moet je luisteren. Ik heb het zo druk en ik heb een aantal fouten gedaan. Het is een beetje corrupte dingen hier en daar. Ik ben tijdelijk van mijn functie afgezet. Dus ik denk, ik ben van mijn functie afgezet. Wat krijgen we nou? Ik bedoel, jij bent mijn opzicht, jij hebt mijn villa gebouwd. Ik heb jou 280.000 gegeven. Niet 250. 280.000 gegeven. What the fuck? Maar hij zei van, maak je geen zorgen. Het heeft niks met jouw bouwwerk te maken. Dat geldt allemaal gewoon netjes in het bedrijf. De bouwmaterialen zijn gewoon gekocht. Alles wat hier staat is ook allemaal betaald. Alleen, ik kan het zelf niet doen. Het gaat iemand anders van mijn bouwbedrijf. Gaat het voor je regelen dat hier alles gedaan wordt. Alleen, het gaat even wat langer duren. Want ik moet die mensen helemaal opnieuw inlichten. En de papieren geven. En noem het allemaal maar op. Dus, het gaat gebeuren. Dus het zwembad gaat gewoon komen. De loungeplek voor de pooltafel. Noem het eigenlijk allemaal maar op. Alleen, het gaat iets langer duren. En ik moet zeggen, natuurlijk in dit geval... hij heeft me dit keer gebeld, weet je wel. Andere keren liet hij gewoon helemaal niks van zich horen. Was hij helemaal naar Sunnyville vertrokken. Zegt hij helemaal niks. En dit keer, hij belt me gewoon. Dus wat dat betreft heb ik dan ook zoiets van... goed, hij heeft van zijn fouten geleerd. Hij belt erover. Natuurlijk, mijn geld is betaald. Maar hij zegt, alles komt goed. Ik bedoel, ik heb contracten. Wat dat betreft, hij kan er niet onderuit. En ja, we moeten gewoon rustig afwachten. Maar hij zei, het kan een paar dagen... over een paar dagen kan het waarschijnlijk gaan beginnen. Dan komen de eerste dingen bezig. En dan worden de gaten gegraven. Noem het dan maar op. Dus wat dat betreft... dat is even zeg maar, de update over mijn bouwval op het moment, want die vrachtwagens staan er nog steeds. Ik heb ook, moet ik zeggen, helemaal niemand erbij gezien. Die staan hier echt gewoon heel de tijd al. Ik weet ook niet of dat überhaupt mag, dat ze midden op de weg staan te blokkeren. Ik kan met mijn ouders geen kant op. Maar hey, ik wou zelf natuurlijk zo'n mooi zwembad en alles. Maar goed, dat even terzijde qua update over hoe het nu op dit moment gaat bij mijn villa en het bouwbedrijf. Verder mijn villa, we gaan eventjes naar binnen toe. Want zoals jullie wellicht zien... dit is allemaal nog vrijwel hetzelfde en dit is allemaal hetzelfde en deze trap moet nog een keer veranderd worden, absoluut en hierboven. Een update over de tafel. Ik heb natuurlijk een brief bij Revé in de bus gedaan, tot op de dag van vandaag geen reactie over gekregen. Ik weet niet of Revé dus daadwerkelijk de tafel wil verkopen, hoe en wat allemaal, maar daar moeten we nog maar, ja, misschien nog een keertje achteraan. Of misschien via David het gaan proberen, is misschien ook nog een optie. Verder heb ik natuurlijk dit laten zien, dat wij natuurlijk hier inmiddels een tv en alles hebben. En mijn pooltafel hier, maar er is meer. Ik heb namelijk nog veel meer dingen besteld bij de IKEA. Ik heb nog een aantal mooie stoelen besteld. Volgens mij heb ik zelfs nog een... ik weet echt niet meer wat ik allemaal heb besteld. Het staat allemaal in ieder geval op de rekening bij de IKEA. Maar het is tot op de dag van vandaag niet geleverd. En het lijkt wel alsof er een soort van vloek over mijn villa is afgeroepen. Van alles wat hier besteld wordt, dat komt niet. Tenzij ik er echt volledig achteraan. Hoewel de auto's werden wel meteen geleverd natuurlijk. Maar ja, laat ik zo zeggen, mijn villa staat hier al zo lange tijd. Alleen hij is nog steeds helemaal fucking leeg. Het staat niet eens, er staat amper een bloemetje in, amper een ditje, amper een datje. Een aantal stoelen, noem het allemaal maar op. Paintings. En ik heb zoiets van, weet je, we gaan nou gewoon naar de IKEA toe. Ik ben erg benieuwd wie er vandaag aanwezig is. Ik weet wel dat die IKEA een aantal problemen had in de zin van... ze moesten hier gaan sluiten, weer eens omzet en er kwamen te weinig mensen. Maar... dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet gewoon mijn dingen moeten doen. Ik bedoel, ik heb ze betaald. En als ik ergens voor betaald heb, dan moet je natuurlijk ook gewoon de dingen gaan afleveren. En ik mis gewoon nog een groot deel. Natuurlijk, ze hebben een klein beetje gebracht. Misschien dat ze dachten van, nou weet je wat, we brengen een klein deel. Dan is de persoon in kwestie, is dan een beetje tevreden. Kunnen we rustig aan gaan doen. Maar hell freaking no. Kijk, het kan er wel uitgestorven zijn. Ik bedoel, volgens mij is Jamal hier ook allemaal... is dit allemaal nog gaande? Ja, er zijn nog wel loterijen gaande hier. Ik weet ook niet of het hier allemaal nog gaande is met Jamal zijn gebeuren. Wat is dit eigenlijk? Een sushi bar. Oh,
Ik wist niet eens dat er een sushi bar was, maar dat is ook helemaal van Jamal. Hoe heet dit ook alweer? Zijn uitzendbureaus in de stijgers. Zijn foodshop is hier nog steeds goedkoop van de stad. Ja, dat zal. Maar als er niet veel mensen komen, dan kan dit niet lang meer open blijven. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het heel erg mee heeft te maken. Heel veel mensen natuurlijk naar andere steden zijn gegaan, waardoor er weinig geld hier binnenkomt op het moment. Maar ik maak me toch een beetje zorgen op het moment. Over alles hier. Dus ik ga eens even kijken bij de IKEA. Want ik bedoel, ik had mooie kwartstoelen had ik besteld. What the fuck? Oké, dan. Ze hebben hier een parkje gemaakt. Ik ga hier niet naartoe. Ik meen me te herinneren. En dan weet waarschijnlijk de nieuwe burgemeester die dit heeft laten maken. Moet zeggen, het ziet er mooi uit hoor. Absoluut. Dus onder Fangirl Toren, volgens mij, nu is dit ervan gemaakt. Is een verbetering, al zeg ik het zelf. Maar deze grond was toch toxic as hell. Toen ik toch back in the day bij het tuincentrum werkte, werd mij geadviseerd dit stuk grond niet aan gaan ploeteren wat nog. Het is toxic as fuck. Er zitten allemaal vieze chemicaliën in de grond. En ik ben benieuwd of hier daadwerkelijk een bonnetje van is. Want ik ben natuurlijk minister van Financiën. Ik ga daar maar eens even een keer achteraan. Want ik wil natuurlijk wel weten of hier voor betaald wordt. Anders betekent dit dat dit gewoon giftig is wat hier allemaal zit. En stel dat iemand hierin gaat zitten, lopen ze gewoon gevaar. Drinkbakken daar. Giftig water waarschijnlijk. Dit is niet goed. Dit kan niet goed zijn. Maar dat is een ander puntje voor kritiek. Wij gaan door. En dit is de bank. Dat klopt. En ik vraag me nu al één ding af. Waar is de IKEA? Ik bedoel, dit is de bank. Dat weten we allemaal. Ik bedoel, hier heb ik nog steeds de bevoegdheid om binnen te komen. What the fuck is dit? Hè? Oké, ik weet dat ik hard aan het werk ben. En ik weet dat ik weinig slaap pak in Mytopia. Maar de IKEA is weg. Wat is dit? What the freaking hell? Dat is... Hier stond de IKEA. 100%. Hier was de IKEA. Ja, nu begrijp ik ook waarom ik mijn spullen niet krijg. Omdat er geen IKEA meer is. Er is gewoon geen IKEA meer. En wat is dit voor gek kampachtig iets? Dit is een... Wat hier... Hoge hekken, prikkeldraad er bovenheen. Laat ik zo zeggen, het ziet er allemaal niet vrolijk uit hier. What the fuck is dit? Hè? Een soort van loopbaan zie ik. Een auto. Oké, de persoon in kwestie kan een auto betalen, kan een huis betalen. Brievenbus X-Corp. Och jee. Dit ga je toch niet menen? Dit ga je toch niet... Oké. Ik heb het te horen gekregen van David. Hè? Natuurlijk, hij is natuurlijk minister van Binnenlandse Zaken. Als je ministeries krijgt, natuurlijk veel dingen. Hè? Gaan natuurlijk over en weer en worden veel dingen besproken. En er schijnt dat er een leger aankomt hier in Mytopia. Omdat er een aantal dingen zijn voorgevallen wat absoluut niet kan. Waar het leger voor moet gaan ingrijpen. Maar is dit serieus een legerbasis in Mytopia? Als dit een legerbasis is, ja, maar waar is de IKEA heen dan? Ik weet dat de IKEA wegging, maar ik bedoel, mijn spullen dan? Oh my god, dit is zo huge. Ja, dit moet wel een leger. Hoewel, het lijkt ook op een gevangenis. Ik bedoel, dat weet je, van die toren zo en van die... kunnen we, ik weet niet, misschien kunnen we ergens naar binnen of zo. Ik weet niet of er ergens een deur aan de achterkant zit. Hey, ik probeer het ook maar gewoon. Maar of het is een gevangenis of het is een legerbasis. Ik denk zelf een legerbasis. Hoewel, ik denk ook steeds meer nu aan een gevangenis. Ik bedoel, je hebt een dubbele ring. Hier kan je lopen, daarbinnen heb je nog een hoge muur. Kortom, als iemand daarin uit wil breken, moet ze ook nog over dit ding heen. Hier zou waarschijnlijk stroom op staan, prikkeldraad. Klim je niet zo snel overheen. What the fuck? En deze torens hier, dit is niet... Dit schrikt gewoon mensen af, weet je. Ik bedoel, als mensen naar Mytopia komen, die zien dit, dan schrik je je kapot. Denk je van, oké, ik weet niet of ik wel in mijn... Daar is een ingang? Ik wil in Mytopia moet zijn. Hoewel, als je natuurlijk netjes gedraagt, hoef je nergens voor te vrezen. Maar dit is huge. Echt, want dit is echt huge. En als dit... Kijk, ik zit met twee dingen. Of het is van het leger, of het is een gevangenis. Gevangenis lijkt mij haalbaar op zich. Hier is wel een doorgang, daar kan ik ook niet naartoe. Een gevangenis lijkt me haalbaar, alleen... Ik meen me te herinneren, en daar is mij verteld, dat X-Corp ministerie van Defensie is. En als dat zo is, dan is hij dus gewoon daadwerkelijk hier ja, een legerbasis aan het vormen en aan het maken. Ik kan verder niet naar binnen toe, dus ik zie dit hek is goed afgesloten. Ik heb een rondje gelopen, er is nergens een ingang, wat dan ook. Ik zou een brief in zijn brievenbus kunnen doen, maar daar heb ik ook niet echt behoefte aan. Hij heeft zijn huis goed afgeschermd wat dat betreft hierbij, maar aan de andere kant, je woont wel heel dichtbij. Zoiets. Ja, zou dit dan echt een legerbasis zijn? Er staat ook verder nog helemaal niks. Wow, is dit een zwembad? Hè? Een zwembad?
Ja, misschien om op militairen te trainen met Navy SEALs, zwemmen, je weet het niet, maar is het inderdaad, ik denk dat hier inderdaad dan militairen worden getraind dat die moeten zwemmen, Navy SEALs, dat die speciale operaties kunnen uit gaan voeren, maar oké. En ik ben ook wel benieuwd, hoe is dit gefinancierd? Want laat ik zo zeggen, ik ben natuurlijk de man van het geld hier in Mindtopia. En eigenlijk gewoon in overal natuurlijk, maar ik noem het even Mindtopia. Ik ben natuurlijk de man met geld en ik heb geen aanvraag gekregen om dit te bouwen. Dan is er een ontiegelijk rijk iemand hier die dit allemaal privé kan laten betalen. En dat kan niet goed zijn. En de IKEA weg en... Ik moet binnenkort denk ik een meeting gaan houden met David, want ik begrijp hier helemaal niks van. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat ook gerust wat in de reacties achter. En ik hoop je natuurlijk allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.